We gaan naar Area Zero! Tenminste, als mijn hand gepakt wordt. Ja hoor, mijn hand wordt weer gepakt, gelukkig. Met mijn shiny only team. En dit is de allerlaatste video in deze serie. Dus knal de duimpjes omhoog. Abonneer als je meer Nintendo video's wil zien. Dan gaan we nog één keer kijken naar wie er in het shiny team zitten. We hebben shiny Azumarill. Ons blije gouden ei. Shiny Magnezone die het team af en toe best wel gecarried heeft, moet ik eerlijk toegeven. Net als in mijn reguliere playthrough van Pokémon Scarlet had ik weer een shiny Seatoddle gevonden die evolueerde. Een shiny Seatitan en wat een beest is dit hè. En met deze Pokémon begon het allemaal. Na ongeveer 2 uur spelen kwam ik deze shiny al tegen. Alhoewel, toen was het nog geen Jumpluff, maar nu is het wel een Jumpluff. Ja, hij is niet zo heel sterk meer, maar ja, we moeten hem wel respecteren, want hij was de allereerste. Heel lang hebben we deze Pokémon niet gebruikt toen hij een Dreepy was, maar toen hij eenmaal evolueerde naar Dragapult. Ah, wat een bazen Pokémon. En een vette Shiny met een gele kop. En ja, daar hou ik altijd wel van. Ik vind gele Shinies wel vet. En in eerste instantie dacht ik dat je aan deze Shiny niet zo heel veel zag, maar hij is toch wel een stuk meer zilver. Oh, moet je wel even in beeld blijven. Ja, nee, niet beginnen te vliegen. Ja, je ziet toch wel duidelijk verschil. En ook Corviknight is wel echt een goede Pokémon. En mochten wij een Shiny tegenkomen hier in Area Zero, dan zou die waarschijnlijk ook een beetje deze kleuren hebben. Want die shinies zijn allemaal een beetje zilver. Laat even in de reacties weten welke shiny uit mijn team jij het vetst vond in dit avontuur. En het zou natuurlijk heel vet zijn als we 1000 duimpjes omhoog kunnen halen voor deze allerlaatste video. Wat moet ik hierna gaan spelen? Minecraft Legends komt eraan en daarna komt Zelda Tears of the Kingdom. Ik denk dat we die twee sowieso gaan spelen. Geen idee of ik Minecraft leuk ga vinden. Zelda ga ik sowieso wel leuk vinden. En als jullie nog ideeën hebben voor nieuwe games, ja, laat dat weten. Dan ga ik mijn ogen heel erg openhouden voor shiny Pokémon. Maar die zijn tot nu toe nog niet gekomen. We komen eerst deze Pokémon tegen die we even moeten verslaan. Maar we hebben hier wel bepaalde herinneringen aan. Toen we de Elite Four hadden verslagen tegen de kampioen moesten, toen moesten we ook tegen deze Pokémon. Glimmora. En die had ons toen bijna gesloopt, jongen. Die had bijna heel mijn team kapot gemaakt. Oh, nou ja, maar nu hoef ik niks te doen. Dit gaat iets makkelijker. Dankjewel, Like en Rocky. Nou, dan gaan we maar weer door. Ik voel me hier altijd net een hobbit. Gewoon te voet, de wildernis in, niet weten waar je uitkomt, je kan niet op de fiets stappen, allemaal gevaarlijke wezens om je heen. Ja, ik weet niet, een beetje kwetsbaar als een hobbit of zo. En hier is de eerste gekke Pokémon die we tegenkomen. Ja, het is gewoon de neppe Delibird. Delibird Delibird, hoe je hem ook noemen wil. De robot Delibird. Eerlijk, deze vind ik wel grappig. Het zou gewoon een Delibird zijn die je in de kerstboom kan ophangen. Zo'n figuurtje, weet je wel. Zo ziet hij eruit. Oh, ze komt met haar Umbreon Penny. Super vet. I love Umbreon. Ik heb geen idee welk type dit is, maar ze lijken me allemaal een beetje steel. Dus ik ga voor Flamethrower. Blijkbaar geen steel. Oh, maar je kent wel Ice Beam. Wow, oké, niet oké dit. Kom op, Dark Pulse. Oh my gosh. Oké, dan ga ik mijn Seatitan erin knallen. Ik wil niet dat mijn Dragapult down gaat. Deze Delibird, die weet wel van wanten. Oh, bijna genakt door Umbreon. Het is toch niet normaal hoe groot die Seatitan is. Kijk dan hoe klein al die andere Pokémonnetjes zijn. Niet te doen. Oké, lekker. Seatitan ook een level omhoog. Door naar de volgende. Laten we even trouwens in deze grot kijken. Want hier zit soms een speciale Pokémon. En als die shiny is, dan worden we gek. Oh, is het deze? Ja, volgens mij hoort het deze te zijn. Maar ja, hij is helaas niet shiny. What up? Zou Dragon Darts dan super effective zijn? Zou het nog steeds een Dragon type zijn? Iron Jugulis. Klinkt echt als een Game of Thrones character. Oeh, hij gaat voor Hyper Voice. Maar ja, die raakt me lekker niet. Oké, je bent kapot. Lekker dit. Oeh, 4000 XP. Dan moeten we er eigenlijk nog een paar verslaan. Daar krijgen we echt superveel XP voor. Hoppakee, level omhoog. Daar is het volgende station. En de volgende Pokémon. En dit was natuurlijk een van de Titan Pokémon. Come on, Mabo Stiffy. Hij kent toch niks zien zo. Hij kijkt toch heet het tegen zijn slurf aan. Ik heb niet de goede Pokémon voorstaan, zo te zien. Dan moet jij hem maar pakken, Mabo. Firefang, lekker. Superpower Azumarill. Nice. Ik had stiekem even mijn Pokémon gewisseld. Omdat het kan. Ja hoor, hier lopen ze, de mechanische vogels.
Ja, ja, we zijn bij het volgende stationnetje. Oh ja, daar was het zo'n puinhoop, ja. En toen waren we helemaal beneden. Tot in de dieptes afgedaald. In de tussentijd heb ik wat iron bundles gebattled, zodat ik nog een paar leveltjes omhoog ben. En als we deze poort openmaken, dan komen er allemaal zikke Pokémon uit. Althans, dat is wat de professor zegt. Maar eerst nog even een discussie. Hallo Mirrodons broer. Niet zo stoer doen, jongen. Niet zo stoer doen. Kijk maar, hij komt een soort als zijn grote vader of zo, die altijd boos is op hem. Come on, Mirrodon. Oké, tot straks, hè. Ja, tot straks. Ik zie je zo. Daar komen ze, hoor. Big ass Hariyama. Kijk, ze staan met z'n allen, jongen. Zo kunnen we er toch nooit langs? Oké, let's go battle in die handel. Ik heb alleen weer niet de goede Pokémon ervoor. Lycanroc begint in ieder geval met Drillrun. Waar is die Lycanroc? Ik kan de camera niet draaien. Hij doet Stomping Tantrum op Lycanroc. Holy moly, die is ook gelijk bijna kapot. Let's go, Aqua Tail. Oh nee, Lycanroc. Oh nee, ik dacht hij fixed het, maar hij fixed het net niet. En dan Iron Threads. Oh my god, kent Wild Charge? Elektrische aanval? Tuurlijk, maar hij sloopt zichzelf wel. Ah, loser. Doei. Oké, nu moet ik Penny helpen. Ik snap ook niet zo goed waarom ik Magnezone heb gekozen als eerste Pokémon. Ik heb er gewoon compleet niet over nagedacht. Misschien Flash Cannon? Let's go, Flash Cannon. Nee. Oké. Oké, jij doet Psychic. Lekker bezig, joh. Mijn maten zijn tenminste wel goed bezig. Oh, hij doet een Wild Charge op Umbreon. Oké, Tri-Attack dan. Ja, oké. Ik heb zeker wel een aandeel gehad hierin. Nice. Lekker, Mirrodon. Nu alleen nog even met deze... Wat was het? Iron Gigalos of zo? Iron Jugulis. Oh, daar kan ik wel gewoon Discharge op doen. Of, ja, Zap Cannon. Anders maak ik Mabostiff ook kapot. Hoop ik wel dat ik hem raak, trouwens. Mabostiff gaat alvast voor Play Rough. Nou, dat had ik net zo goed iedere andere aanval kunnen doen. Ik mis ook mijn Zap Cannon'tje, hoor. Ja, hoor. Was te verwachten. Nou, weet je wat? Dan gaan we gewoon voor die Tri-Attack. Ik denk dat ik trouwens niks hoef te doen, want Mabo is sowieso sneller. Thanks, Mabo. Vette Pokémon die je bent. Let's go. Ik kom eraan. El professor. Professor Turo. Kom maar tevoorschijn. Van achter de computer. Hallo, professor Turo. Ja hoor, daar is die. Robot activated. Hello Rick, thank you for coming. Oh, nee, jij moet nog even wachten, vriend. Jij bent straks pas aan de beurt. Terug in je masterbal. Hoppakee. Daar gaan we, Turo. In je mooie machientje. Ja, ik ga maar beginnen met Azumarill. Want dat is gewoon mijn sterkste Pokémon. Boekie erbovenop leggen. En dan gaan we beginnen. Het allerlaatste stukje, jongens. Het allerlaatste stukje van deze Shiny Only Challenge. En ik ben heel benieuwd of ik jullie een beetje heb geïnspireerd met deze playthrough. Gaan jullie deze Shiny Only Challenge nu ook doen? Ik moet zeggen dat dit voor mij de leukste challenge is geweest in een Pokémon game tot nu toe. Omdat je niet echt weet welke Shiny je kan gaan verwachten. En vanaf deze game is het eindelijk mogelijk om gewoon al eigenlijk aan het begin van de playthrough een beetje je Shiny Pokémon team te fixen. Dat was vroeger veel moeilijker, want had je Shiny Charm nodig en dat soort dingen allemaal. En nu heb je die eigenlijk niet nodig om Shinies te kunnen fixen. Wil je weten hoe? Check mijn eerdere video's, want ik heb dat daar natuurlijk helemaal uitgelegd. En uiteindelijk ben ik wel heel erg blij met mijn Shiny Only team. Er zitten echt wel hele goede Pokémon in, zoals Magnezone en Azumarill. Dat zijn Pokémon die ik normaal in mijn playthrough ook misschien wel zou gebruiken. Corviknight vind ik ook best wel nice. Seatitan heb ik natuurlijk in mijn normale playthrough ook gebruikt. Dus ja, dit is eigenlijk best wel een heel goed teampie. En we moeten beginnen tegen Iron Moth. En ik heb even opgezocht. Dit is een Fire en een Poison-type Pokémon. Dus ik moet uitkijken voor de Poison-type moves. Ik terrestrialize in Fairy. Dus ik moet eigenlijk gewoon hopen dat ik hem in één keer uitschakel met Aqua Tail. Oh, je gaat voor Fiery Fury Dance. Dat is vuuraanval, toch? Oké, dat vind ik apart. Had ik niet verwacht. Had ik niet verwacht van de grote Professor Turo AI-robot. Come on, Aqua Tail. Ja, lekker. Iron Moth is weg. Het staat 1-0. Oké. Ik had dit niet verwacht. Ik dacht dat deze Iron Moth een Poison Type move zou gaan doen. Maar dat valt mee. Dat scheelt. Tegen wie gaan we nu dan? Iron Hands. Dat is een Fighting en een Electric Type Pokémon. Je zou denken, oh Rick, dan moet je nu gaan wisselen. Maar dat gaan we niet doen. We gaan namelijk Terrestrializen. En dan gaan we onze Fairy Type move doen. Haha, let's go. Het is bijna Pasen, jongens. We hebben hier het gouden paasei Pokémon. Oké, hij begint met Fake Out. Dan kan ik nu natuurlijk in mijn eerste beurt niks doen. Dat is een beetje jammer. In mijn tweede beurt wel. Ik ben wel al twee keer geraakt. Maar we slopen deze tegenstanders tot nu toe allemaal lekker in één keer. Dus dat is toppie. Oké, bye bye Iron Hands. Dit gaat de goede
goede kant op. Nu Iron Jugulus. Ja, dan gaan we weer switchen. Maar dan gaan we nu switchen naar Magnezone. Ik had op zich Azumarill ook wel kunnen houden. Maar ik denk, ja, als die nu één keer geraakt wordt, dan krijgt hij weer meer damage. Dus ik wil mijn Azumarill een klein beetje sparen, denk ik. Dus we gaan nu voor Discharge. Oh, oh, wacht. Oh, oh, oh. Oké, goed gedaan, Turo. Ja, ik kan niet anders zeggen. Je hebt natuurlijk een fire move. Dan ga ik hem in één keer slopen met discharge. Ja, zeker wel. Zeker wel. Lekker. Jumpluff gaat een level omhoog. En ik moet nu tegen Iron Thorns. Ja, die is rock en electric. Dus je zou zeggen Jumpluff of Azumarill. Ja, dan, weet je, ik moet gewoon Azumarill doen. Let's go. Hij heeft ze trouwens allemaal in een Master Ball, hè. Kijk dan. Iron Thorns, wat sick. De Tyranitar. Ik ga Aqua Tail proberen. Let's go. Hij gaat voor Stone Edge, maar hij mist... Lekker. Dat is top. Let's go, Aqua Tail. Ja hoor. Alles in één keer, man. Holy moly. Ik weet wel, in mijn Pokémon Scarlet playthrough doen hadden we best wel moeite met deze battle. Dat was echt nog krap. Iron Bundle moeten we nu tegen. Nou, oké. Okay. Ik ga Jumpluff de eer gunnen, jongens. Let's go, Jumpluff. Mijn starter Pokémon. Love you. Echt niet meer de allerbeste in mijn team. Eigenlijk gewoon, denk ik, de slechtste in mijn team. Oh nee, maar die heeft ice moves. Iron Bundle heeft ice moves. Dit wordt een probleem voor Jumpluff. Nee, oh, ik ga Jumpluff weer... Oh, die wordt ook gewoon shot. Het is wel sad. Iron Bundle doet Snowscape. Dat is dat het begint te sneeuwen of zo? Ja, oké. Okay. Let's go, Discharge. Ja, we slopen die Iron Bundle ook gewoon in één keer. Ik heb hem al heel vaak tegen Iron Bundles laten vechten. En dan nu, Iron Valiant. Ik weet eigenlijk niet zo goed meer welke dat is. Go Azumarill. Daar heb je hem. Oh, dat is de Gallade. Ja, wel vet hoor. Oh, oh, Poison Jab. Oké. Azumarill is uitgeschakeld. Corviknight, jij bent de volgende. Dat is een probleem. Ik hoop dat ik nog aan de beurt kom. Ik hoop dat ik hem ook raak met Steel Wing trouwens. Oh my god, Brick Break ook. Gelukkig niet super effective op deze Pokémon. Ja, lekker. Oké. Ik krijg nog wat HP erbij van mijn leftovers. Zou net het verschil kunnen maken. Hij doet nog een keer Brick Break. Ja, die overleef ik. Dan moet ik deze raken. Lekker! En Iron Valiant is ook kapot. Ja, die is wel cool. Is misschien wel de vetste. Hoppakee! Turo. Ja, dat was hem. Dat was hem voor jou. Maar nu, komt de epische battle. Daar zijn mijn maten. Turo wordt gecrystallized. En Miraidon neemt het over, jongens. En ik kan niks meer doen met mijn Pokémon. We weten hoe dit gaat. We kunnen alleen Miraidon selecteren. The health, let's go. Woop, woop, woop. There you go. Battle form alles. Yeah. De enemy Miraidon zegt, kom dan, kom dan. Nou, hier kom ik dan. Hier kom ik dan met mijn Power Gem. Hier, alsjeblieft, vriend. Hier komt hij ook met zijn Power Gem. Ja, hier heb ik nog een keer Power Gem voor jou. Hoppakee. Ik ben trouwens benieuwd of ik dat ook kan verliezen, deze battle. Oh nee, Miraidon gaat voor charge. Oh nee. Hier, jongen, op jouw baccaroni. Kijk dan, Hyper Beam. Kijk, nog... Ja, dit blijf je toch met 1 HP over. En dan Power Gem. Nu was het Terrestrialize, toch? Of, oh, wacht, ik heb potions. Ik weet niet of... Misschien kan je dit wel verliezen. Ik weet het niet zo goed eigenlijk. Ik bedoel, hierna zou ik gewoon kapot gaan, toch? Want ik kan nu pas gaan terrestrializen. Misschien dat mijn tegenstander nu charge had gedaan. Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Mijn tegenstander heeft helemaal niet aangevallen. Ik denk niet dat wij hadden kunnen verliezen. Let's go! Terrestrialize! Dragon-type! Terra Blast! Beam. En bye-bye, Miraidon. Ja. Dan kunnen we allemaal zeggen, Turo, dat wij dit niet kunnen fixen. Dat onze winpercentage ongeveer 0% is. Hé, maar we hebben het gewoon gefixt. Met alleen maar shiny Pokémon. We zouden natuurlijk ook nog het schooltoernooi hierna kunnen doen. Is een optie. Maar misschien moet dit wel gewoon de laatste video zijn. Laat het weten in de reacties. Laat ook weten welke shiny jij het vet vond. En of je dit zelf gaat proberen. Knal de duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie gewoon... bij de volgende Nintendo video. Mazzel!